Het verzoek van de regering aan Interpol om ex-minister Gilmour Hoefdraad op te sporen heeft niets te maken met het functioneren van onze inlichtingendienst. Hoefdraad wordt in het schandaal bij de Centrale Bank onder meer verdacht van overtreding van de anticorruptiewet. Minister Kenneth Amoxie van Justitie en Politie legt uit waarom aan Interpol is gevraagd om te helpen bij de opsporing. We onderschatten onze inlichtingendiensten niet. Maar je weet, het buitenland heeft heel veel mogelijkheden die wij misschien niet in staat zijn te leveren. En als zij die informatie met ons kunnen delen vanwege die signalering, is dat welkom, sowieso. De bewindsman haalt verder aan dat er informatie beschikbaar is die uitgewerkt moet worden door de inlichtingendienst. In deze fase is het echter moeilijk om informatie over deze zaak vrij te geven. We hebben inderdaad een rapportage gehad van de korpschef omtrent de gepleegde inspanningen. Ik had ook toen aangegeven dat we moeten gaan kijken naar de strategische belangrijkheid van de informatie, als je dat met de pers kan delen en dergelijke. Dus inhoudelijk kan ik niet daarop ingaan. Ik kan wel aangeven dat, dat ik inderdaad rapportage heb gehad. Dat we zelf ook aanwijzingen en suggesties hebben gedaan aan de korpschef. Dat ze ook op bepaalde zaken moeten gaan letten. Minister Kenneth Amoxie van Justitie en Politie vandaag voor aanvang van de raadsvergadering. De bewindsman kon niet bevestigen of Hoefdraad zich in Suriname bevindt.